naam is Marielle. Leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik ben werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als handhaver. En samen met mijn collega's willen we jullie vandaag vertellen wat wij zoal doen het hele jaar door. Het waterschap houdt toezicht op twee activiteiten. Bij waterkwantiteit kun je denken aan is een stijger wel opgeleverd volgens de vergunde afmetingen. En bij waterkwaliteit kun je denken aan bodemenergiesystemen of agrarische activiteiten of septic tanks in buitengebieden waar geen riolering is. Dus mocht je iets van plan zijn, neem contact op met het waterschap en vraag ons om advies. We controleren elk jaar veehouderijen en de veehouders, samen met de veehouders kijken we dan of er geen meststoffen of veevoerresten in de sloot geloosd worden. De meeste bedrijven hebben het goed voor elkaar. En mocht er toch wat mis zijn, dan kunnen ze gebruik maken van het landbouwportaal waar ze gebruik kunnen maken van de erfcoach. Subsidieregeling van het Hoogheemraadschap. Wat wij ook doen is het bezoeken van glastuinbouwbedrijven. Dat gebeurt periodiek, want glastuinbouwbedrijven die lozen op het oppervlaktewater en op de riolering. En daar zijn voorwaarden aan gesteld, zoals het meten en registreren. En ook het hebben van een zuivering als je loost van bestrijdingsmiddelen op de riolering en op het oppervlaktewater. Daarnaast werken we ook nog samen met Omgevingsdienst, Milieupolitie en andere organisaties. Ook bij handhaving zijn we begonnen met het toepassen van drone-techniek. De drone-techniek heeft voordelen zodat we in korte tijd efficiënt grote delen van ons gebied en percelen in kaart kunnen brengen. Ander voordeel is, we hoeven niet per se een perceel meer te betreden. Waar we op letten bij het met het maken van dronebeelden is onder andere over het mest uitrijden, hoe voer en mest wordt opgeslagen en of we lozingen kunnen traceren. En als we iets zien waarvan we denken van hey, daar moet nader onderzoek naar worden verricht, gaan we in het gesprek met de eigenaar van het perceel. Bij clusterhandhaving zijn we naast toezichthouder ook BOA, oftewel buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat we naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op kunnen treden. En dit doen we in overtredingssituaties waarbij er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in of rondom het oppervlaktewater geloosd wordt. Leuk dat je naar onze vlog hebt gekeken. Heb je nog vragen? Schroom niet, bel ons gerust en dan staan we je graag te woord. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Tot ziens!